Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens Met Joey. In deze aflevering gaan we voor gast blij maken met het nieuwe onderdelenmerk Tumble. Onderdeelmerk Tunder en Tunder levert onderdelen voor Festival Sprints en Primavera op dit moment. Waarom werken Tunder en ik samen? Heel simpel, ik heb een Tunder chip, een Tunder Aerox en een Tunder bus en hun gaan een onderdeel leveren voor jouw Tunder scooter. Ik heb een oproep gedaan op mijn Instagram @joeyschaar en in die oproep vroeg ik om een Vespa van mijn volgasten te kunnen verbouwen met Tunder onderdelen. Dit is dus de Vespa van Jesse en Jesse heeft gereageerd op mijn oproep op mijn Instagram @joeyschaar. Jesse, nogmaals dikke shout-out aan jou, bedankt dat je hebt gereageerd en iedereen die ook heeft gereageerd. Dank je voor het reageren. Maar nu is deze aan de beurt. We laten nu zien hoe de scooter van Jesse eruit. Het is een heerlijk standaard vestpakje. Het is precies wat ik zocht op Instagram. En hij heeft toch glimmend zwarte wielen, dus dat betekent dat ik ook glimmend zwarte onderdelen ga monteren op deze brommen. We gaan alles klaarleggen en dan aan de slag. Dit zijn alle parts die ik ga gebruiken voor die brommen. Ik ga er geen houttoe van maken, maar als jullie een houttoe willen, dan hebben we nu een pol hierboven. Even kijken. Aan deze kant laat ik nu een pol zien. Een pol waarin jullie vragen, wil je ook een houttoe maken van deze spullen hier te commenteren? Ja of nee? Reageer mee en weet, maak ik dan die houttoe. Als je het aan mij vraagt, doe ik het zeker. Nu is in ieder geval de beurt voor deze brommen en deze spullen. Is het filming? Net op de camera. Is het filming? Oké, het is tijd voor de test. Cameraman. Ik zie je lens iets. Nee? Oh, ik dacht toch. Ja, man.
Ja man, dat loopt mooi man. Vet man, ik zie juist. Helemaal off topic, maar die lamp gaan we ook gewoon vangen, want dit matcht natuurlijk niet. Dat zie ik heel vaak ook in Amsterdam, dat mensen dus een fucking vette kriplichtset hebben, van onder andere Tunnel bijvoorbeeld. En dan een gele koplamp. Wij trappen gewoon voor de massa voor deze volgast ook even een blauwe in. En we gaan door met die koplamprand, tellerglas en de tellerplank. We hebben net al die onderdelen hier onder mij liggen gemonteerd. Van Thunder op die Vespa Sprint van Jesse ten Hoeven. Jesse nogmaals bedankt en alle volgasten bedankt voor het reageren op mijn post @joeyschaar op Instagram. Onthoud dat en volg mij, want dan weet jij de volgende keer de winnaar van al zulke onderdelen. We hebben het merk Thunder, we hebben het getest. En de conclusie is als volgt. De verpakking, daar beginnen we mee. Dit is de verpakking van de Thunder onderdelen en hierin zit dan mijn allergrootste favoriet. De carbonen koplamprand. Ik vind dit ding echt prachtig. Als ik een Vespa Sprint zou hebben, dan is dit zeker het onderdeel wat ik zou kopen. Want ik vind hem heel classy. Hij voelt ook echt heel gewichtig, omdat ze met hars hebben overgoten voor de sterkte. Ah ja, heel mooi product dus. Verpakking erg keurig. Het zit hartstikke veilig en goed verpakt. Dat betekent als ik dit naar jou verzend als podcast, want wij gaan dit verkopen op joeyschaar.nl, dan komt het ook goed aan, omdat het zo goed verpakt is. Dus voor de verpakking... echt een hele dikke 10. Een product als deze is exclusief. Dat bestaat niet. Een carbonen koplamprand zoals deze bestaat gewoon niet. Dus ook daarvoor de exclusiviteit van dit product ook een 10. Nou, dan hebben we de rest van het product natuurlijk nog. Dat heet Thunder, maar ik vind het ook echt Thunder. De kniplichten, de prijskwaliteit is hartstikke goed. Er zijn al van die kniplichten op de markt, maar deze zijn goedkoper dan wat er al op de markt te koop is. En toch heb je de LED Smoke kniplichten. Dus dat is gewoon hartstikke gruwelijk. Thunder. Heel goed gedaan. Ik vind jullie merk leuk. Ik ga het verkopen via mijn website. Lieve mensen, als jullie willen zien wat zoiets nou kost, dan kun je gewoon kijken op mijn website. Ik ben enthousiast. Dit komt veilig aan bij jou thuis. Dankzij die hartstikke goede verpakking en de montage. Is gewoon heel makkelijk. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Van volgens met Joey. Als het zo is, doe dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Reageer even onder de comments wat jij vond van deze spullen, van het merk Thunder. En natuurlijk van mijn Thunder Siep, want daar ben ik hartstikke gek op. Mijn basic, mijn liefde, dat is dit ding. En nu ook dit merk. En als je meer wil weten, check dan ook onze site en check in de beschrijving waar je dit kunt vinden. Lief mensen, like, share en der, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje. Want dan ben jij de eerste die het ziet als er weer een nieuwe video online komt van Volgens met Joey. Telling rustig, Thunder. Dit is dus nieuw onderdeel. Maar nu is deze aan de beurt, we laten nu zien hoe de scooter van Jesse eruit. Jongen, kuk.